Na een training over het herkennen en voorkomen van grooming en kinderpornografie hebben 92 professionals op 26 augustus een certificaat ontvangen. Georganiseerd door het OM UNICEF en het ministerie van Onderwijs was de training gericht op versterking van de bescherming van Surinaamse kinderen tegen seksuele uitbuiting. Deelnemers, waaronder leerkrachten en politieambtenaren, leerden zedendelicten herkennen en hoe die te voorkomen. Dit initiatief benadrukt het belang van samenwerking voor de veiligheid van kinderen in Suriname. Het joint program Leaving No One Behind, gericht op verbetering van de levenskwaliteit van inheemse en tribale volkeren in Suriname, is op 26 augustus 2024 afgesloten. Het programma, een samenwerking tussen de VN en de Surinaamse overheidsinstanties, verbetert de basisdiensten en duurzame landbouw. ROS-directeur Maverick Bouyoukou benadrukte het belang van samenwerking met lokale gemeenschappen, terwijl inheemse leider Harriette Vreedzaam hoopt dat de resultaten bijdragen aan hun vooruitgang. De bacheloropleiding Taal en Communicatie van de faculteit der Humaniora van de ADECUS is in augustus 2024 geaccrediteerd door het NOVA. De opleiding begon in 2017 als Nederlands en werd in 2022 hernoemd. Afgestudeerden ontvangen de titel Bachelor of Arts en kunnen werken als assistentwetenschapper of in communicatie binnen de bedrijven. De opleiding benadrukt het belang van het Surinaams-Nederlands en andere lokale talen als bijdrage aan de samenleving en dient als voorloper op de masteropleiding Nederlands.